Wij zijn met dit boek begonnen met kindergeneeskunde, principes en praktijken, omdat wij graag een boek wilden maken voor studenten waarin we onze liefde voor dit vak kwijt kunnen. Waarin we kunnen laten zien wat voor prachtig vak we hebben, dat het een feest is om met kinderen te werken en wat we ook vooral willen laten aansluiten bij de praktijk. En de website hangt daar aan en is een mogelijkheid om dieper op de materie van het boek in te gaan, om filmpjes te zien die uitleg geven bij wat er in het boek staat. Er staan vragen op waarbij je jezelf kunt trainen om het vak kindergeneeskunde te leren. We gaan in dit boek uit van de klacht en niet van de ziekte. Dus kinderen komen niet naar de poli met obstipatie. Ze komen naar de poli met buikpijn of dat ze moeite hebben met poepen. Dus in ons boek is er niet een hoofdstuk obstipatie. In ons boek is er een hoofdstuk buikpijn. En vanuit de klacht gaan we stap voor stap door de mogelijke oorzaken heen en ook hoe je dat kan aanpakken. En daarnaast zijn er een aantal hoofdstukken waarvan we vonden dat ze heel belangrijk waren dat je die gewoon weet. Je moet weten over anafylaxie, je moet weten over epilepsie, je moet weten over coma. Dat zijn situaties waar je gewoon informatie over moet hebben. Aan dit boek hebben 10 kinderartsen meegewerkt. En het is een mix van dokters uit een universitair centrum en dokters uit kleinere ziekenhuizen en grote algemene ziekenhuizen. Waarom? Omdat die allemaal op hun eigen manier hun deel van de kindergeneeskunde bedrijven. En voor het aanleren van het vak moet je al die drie die perspectieven kennen. Dus zowel mensen die heel erg de diepte in kunnen en expert zijn op één klein gebied, als mensen die meer de helikopterview hebben, het overzicht over het hele vak. Wat ik hoop is dat als mensen het boek gekocht hebben en de site bezocht hebben, dat ze reageren, dat ze laten weten wat ze leuk vinden. Of misschien dat ze dingen missen of dat ze zeggen van hé, dit leggen jullie anders uit dan ik geleerd heb of dan ik van mijn leermeesters hoor. Want dat is niet alleen leerzaam voor de andere studenten, maar ook voor mij. Ik leer ook elke dag, want ik wil graag morgen een iets betere dokter zijn dan gisteren.